Hoi, ik ben Janno en vandaag gaan we het hebben over kettingzaagmachines. Nou, die heb je in allerlei verschillende soorten en maten. Deze is met een stekker, hè, gewoon op 220. Hier ligt er eentje op een accu. Die ga ik dadelijk demonstreren. Maar we hebben ze natuurlijk ook op benzine. Nou, over benzine ga ik vandaag niet zoveel uitleggen, maar heb je er toch vragen over? Vraag het dan meteen hier aan de balie als je de machine komt ophalen. Nou, voordat we met de machine gaan werken, ga ik je iets vertellen over veiligheid. En dat is heel belangrijk bij een kettingzaag. Het is een gevaarlijke machine. Gebruik dus handschoenen. Gebruik een helm met gehoorbescherming en het liefst ook een vizier voor je gezicht. Heb je geen vizier, gebruik dan een veiligheidsbril. Draag lange kleding en draag werkschoenen. Heb je dat allemaal? Dan gaan we aan de slag. Steek nooit de stekker in het stopcontact als je de machine gaat klaarmaken. Schuif de beschermkap van het kettingblad en controleer of de ketting strak genoeg om de zaag zit. Om de ketting strakker te zetten, draai je eerst de bevestigingsbout los. Daarna span je de ketting met het spanningswiel. Controleer hierbij regelmatig de spanning en zorg dat deze niet te strak zit, maar ook niet te los. Als je klaar bent, draai je de bevestigingsbout weer vast. De machine is nu klaar voor gebruik. Het grote voordeel is dat als je de machine bij ons huurt, dat die dan direct al klaar voor gebruik is. De ketting zit dan al strak, hij is geslepen en hij is gesmeerd. Dus wees slim, huur hem in. Nou, gebruik je de machine nou langer, dan moet je dat zelf natuurlijk ook nog een keer controleren. Nou, hij is nu helemaal klaar. Dus wat gaan we doen? We gaan hem starten. In dit geval is het een accumachine. Dus je hebt een startknop, als het ware, waarmee je hem activeert. Maar voordat je dat doet, controleer je altijd of de rem erop zit. Nou, die doe je dus naar voren, zoals je net hoorde. Dan zit die vast. En dan kun je de machine starten. Als de machine loopt bij een benzinemotor en loopt stabiel, dan trek je de rem weer naar achter toe. En dan is die klaar om te zagen. Een paar kleine tips nog. Hou hem altijd met je rechterhand vast. En zorg dat die machine op toeren is voordat je hem in de zagenoppervlakte zet. Nou, kom je er nou toch niet uit? Neem dan contact op met een van onze adviseurs in de vestiging.